Het duel tussen Hoogeveen en Achilles 1894 was er nog niet zo lang geleden eentje in de hoogste regio van amateurvoetbal. Maar ja, toen was het Hoogeveen zondag dat de tegenstander was. Nu in de tweede klasse, Hoogeveen zaterdag tegen Achilles 1894, dat alleen nog maar een zaterdagafdeling heeft en dit seizoen een moeizaam seizoen kent. En met een nieuwe trainer in de tweede seizoenshelft aan het roer in de persoon van Wilco Niemer. Ja, die kent Hoogeveen natuurlijk ook op zijn duimpje, althans Hoogeveen zondag, als trainer van Alcides de laatste jaren. Hier is de mogelijkheid iets voor de ploeg uit Assen, met hier Leon Richtop, een uitstekende redding van Raymond Slot. Hoogeveen dat de laatste weken de punten sprokkelt, maar eigenlijk te weinig scoort en ja, het goede voetbal dan niet beloond ziet worden. Hier de schotkans van Twan Reinders nadat er niet werd gefloten voor een overtreding op Ruben de Haas door scheidsrechter Jurre Scheper. Dan hier Saroni Vreding, probeert het maar eens. Zag dat doelman Milton van den Broek te ver voor zijn doel stond. Dan Achilles. Balverlies, Adam Hamad Allah. Kriekjes. Opnieuw Adam. Bal terugleggen. Dan komt de bal voor de voeten opnieuw van Twan Reinders. Van de vrije trap van Leon Rechtop. En zo is het een leuke wedstrijd om te kijken. Daan Wolters. Komt de bal voor Jamai Kriekjes. Die raakt hem niet vol. Waardoor Van den Broek redding kan brengen. Hoogeveen gaat door. Reinders opnieuw Kriekjes. Nou, dit moet het toch worden. Kriekjes. Nee hoor. Oog in oog met Van den Broek. Schoot hij niet. En ook Dilano Wolters weet het net niet te vinden. Ja, dit is toch wel het probleem van Hoogeveen zaterdag. Van Reinders. En dan Mohamed Allah moet die bal natuurlijk stiften. En doet dat niet. Opnieuw een grote kans voor Hoogeveen. Maar het is nog steeds dus 0 tegen 0. Achilles. En opnieuw Leon Rechtop. Inmiddels in de tweede helft. Hier is de wapenfeit van de Assenaren. Hoogeveen weer. Edem Hamad Allah. Vindt Jamai Kriekjes. En daar heeft de doelman nog moeite mee. Dan de corner van Achilles. Kopballetje van Bastiaan Jager. Achilles dat even aanzet. Ja, dan hier. Zegt scheidsrechter Jurre Scheper dat het hens is van Nick Kroesen. En Achilles baalt dat er geen voordeel wordt gegeven. Want het is Marijn Alting die scoort. Nou eens goed kijken. Ja, Kroesen heeft toch gewoon de arm langs het lichaam. Maar Scheper vindt het een strafschop. Dan vervolgens Michael Boersma achter de bal. En Slot redt, maar Scheper resoluut moet overgenomen worden. Slot zou te vroeg hebben bewogen. Ja, dan wil eerst een andere speler hem nemen. Namelijk Remy Klaasens. Maar dat mag dan weer niet volgens scheidsrechter Scheper. Dus is het Boersma die nog een keer mag aanleggen vanaf 11 meter. Nou, Boersma nu dan wel. Ja hoor, Slot de verkeerde hoek in. En dan is het 0 tegen 1 voor Achilles. Dompen natuurlijk voor Hoogeveen. In twee instanties dus wel raak. Michael Boersma.
En dan is Hogeveen van slag en krijgt Achilles natuurlijk ruimte. Met hier het schot van Chris van Houten. Want hij wil meer mee kunnen en mogen doen. Vind die hitting. Voorzet en oh, wat een kans voor Romario Chongachi. Maar Hogeveen, ja, het verliest met 0 tegen 1. En naast die strafschoppen zal mensen ook nog wel eens afvragen. Ja jongens, waarom weten we toch maar niet te scoren? Kans op kans kreeg men in de eerste helft. En gescoord werd er dus niet. Volgende week reist men af naar Grijpskerk. Dat duel is trouwens niet te zien dan in samenvatting op Hogeveen TV.